Er is nog veel onduidelijkheid over de gevolgen van de brand in Moerdijk. Het RIVM concludeert dat het gehalte aan gevaarlijke stoffen in de lucht nu zodanig laag is dat er geen effecten worden verwacht bij inademing. Wel is er meer onderzoek nodig naar roetdeeltjes die buiten een straal van 10 kilometer zijn gevonden. Wat er met de gewassen van de boeren gaat gebeuren is nog onduidelijk. Het advies om niet uit eigen tuin te eten en aanraking met roetdeeltjes te vermijden blijft van kracht. Leon van Bon en Danny Stam hebben dinsdag op de slotavond van de 29e editie van de Zesdaagse van Rotterdam gewonnen. Tijdens de allerlaatste sprint pakten zij de winst in de koppelkoers. Ruim 31.500 mensen passeerden de afgelopen zes dagen de kassas van Ahoy. Daarmee trok het wieler-evenement meer toeschouwers dan vorig jaar. Vier van de vijf kandidaten die bovenaan de kieslijst van de provinciale PVV staan, komen uit de regio Rijmond. Na lijsttrekker Vicky Meijer uit Capelle aan de IJssel gaat het om Henk de Vree uit hardingsveld giessendam en de Rotterdammers Mark van den Berg en John van Assendelt. De PVV doet dit jaar voor het eerst mee bij de provinciale verkiezingen die op 2 maart gehouden worden. Netbeheerder Stedin legt woensdagochtend de laatste meters kabel van het nieuwe elektriciteitsnet op Goeree-Overvlakke. Deze werkzaamheden zijn versneld uitgevoerd na de grote stroomstoring in september afgelopen jaar... Het oude netwerk is kwetsbaar en dat zorgt regelmatig voor stroomuitval. De structurele versterking van het stroomnet is volgens steden in pas in 2013 in feit.